Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij een nieuwe Loot Chest opening. En je kijkt ook naar Larissa. Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en Larissa. En vandaag gaan wij Loot Chest openen. Dit keer in een andere setting. We hebben helaas geen plek beneden daar aan die tafel vandaag. En we willen het vandaag wel opnemen, dus we doen het even hier met dit mooie belichting. Maar het is weer tijd voor een nieuwe Loot Chest opening. En dit keer wou ik eigenlijk gewoon het een beetje simpel houden. Want ik wil wel dat we om en om wat mogen openen. Niet dat er één ineens alles mag openen en zo. Want dat is een beetje gemeen. Maar je moet er wel wat voor doen. We gaan naar een tongbreker website. En dan als je aan de beurt bent, mag je pas iets uit de doos halen als je de tongbreker goed hebt. Gaan wel even kiezen wie er als eerste mag beginnen. En dat doen we gewoon door steen, papier, schaar. Oké? Steen, papier, schaar. Ik win! Hoezo? Steen, papier, schaar. Nee! Je doet me alsnog pijn. Oké, jij mag dus beginnen. Maar om zeg maar de tongbreker wel te randomizen, we hebben een website gevonden. Gaan wij wel vragen om een getal tussen de 1 en 170 te doen. En die tongbreker mag je doen. En wie weet is het een hele makkelijke. Maar jij mag een getal kiezen. 1. 1? Ja. Je mag hem lezen. Okay. Langs de koele kali liep een kale koelie met een kilo kali of zijn kale koelie krop. Dat kan iets sneller. Nee! Jawel, dat moet sneller. Langs de koele kali liep een kale koelie met een kilo kali of zijn kale koelie krop. Oh, goed. Oh, nou, je verdient het. Je verdient het. Open iets. Ja, open iets. Wat zit er allemaal in de loot chest van januari? Ik heb nog niet gezien wat erop staat, maar ik zet hem op en dan zie ik. Oh, wat cool. Oh, Mass Effect. Dat is van Mass Effect. Wow, dat is wel heel vet. Dat is wel heel vet. Ik ken je Mass Effect games niet? Die moet je eigenlijk ooit gewoon een keer gespeeld hebben. Wow, dat staat mij best cool, zo'n beanie ding. Yeah. Kijk, zo met dat haar erbij. Ja, zo met dat haar erbij. Ai ai, kapitein. Het is tijd voor het tweede ding uit het pakket. Dan ga ik voor het getal 69. Wat is het getal 69? Nee! Nou, dit kan een tijdje gaan duren voordat jullie je tweede pakketje zien. Het is Hottentotten Tentenbouw Tentoonstelling Terrein. Opnieuw! Hottentotten Tenten. Opnieuw! Hottentotten Tent. Opnieuw! Hottentotten Tent. Tentenbouw tentoonstel. Opnieuw. Hot en tot een tentenbouw telstento. Opnieuw. Ik kan het niet eens zien. Alles wordt ineens één woord. Het is ook één woord, maar. Hot en tot een tentenbouw tentoonstellingsterrein. Afsluitingsmaterialen. Voorraadsverzendingskosten. Berekeningsstaten. En administratie. Opnieuw. Wat en tot een tentenbouw tentoonstelling terrein afsluitingsmateriaal voorraad verzendingskosten berekening staten administratiekosten. Oh nee! Ik had hem bijna. Maar ik wist niet eens of ik het goed had. Ik deed gewoon me wat. Goed, maar ik praatte gewoon met mijn hersenen op nul op een gegeven moment. Ik las het niet eens meer. Hotten tot de tentenbouw tentoonstelling terreinafsluiting materiaal voorraadsverzend kosten berekening staten administratie boekhoudkundige. Ja, goed. Is dat goed genoeg? Ja, het was goed hoor. Ik heb geen idee of dat allemaal klopt. Ja, ik heb meegelezen. Het klopt. Oké, het klopt. Wauw, ik vind iets in de hoek ineens. Pak maar. We hebben Captain America. Look at this, ladies and gentlemen. Een Captain America Funko. Cool. Dat is echt vet. Ik hou van Captain America. En het is ook nog eens een bobblehead. Dit is heel vet. Ik wil hem eigenlijk nog niet open doen. Dan doe ik het wel. Wow, wat een cool ding. Ja. Echte Marvel Funko. Captain... Oh, pas op voor zo. Giraffico. De doos gaat weer naar u, mevrouw. Bedankt. En u mag weer een cijfer kiezen. 24. 24, waarom het nummer 24? Nou, eigenlijk zijn mijn lievelingsgetallen 2 en 4, maar je kan er maar 1 hebben, dus ik zet ze samen. Oké. Nou, jezus. Dat is echt geluksgetal. Dat is echt geluksgetal dus. Nou, boterklontje. Sneller. Boterklontje. Oké, zelfs dan gaat het nog goed. Oké. Boterklontje. Weet ik niet. Jij wint.
Wat is dit? Een puzzel. Een puzzel. Ik hou van puzzel. 200 delen staat er. Puzzel van 200 delen van... Van wat? Want oh. Je laat... Van Dawn of Justice. Dit is het. 200 delen. Een puzzel van Dawn of Justice. Best wel cool. Batman vs Superman en zo. Oké, dat wordt een flinke puzzel dan. Ik wil hem maken. Ga je hem een keer maken? Hij is wel vet. Ik vind hem cool. Ik mag weer een nummer uitkiezen. De tongroller die ik wil kiezen is nummer 90. Nee, niet zoiets. Ja, doe maar zo met dat lachje. Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet veel meer dan iemand die niet weet en niet weet dat hij niets weet. Sneller. Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet veel meer dan iemand die niets weet en niet weet dat hij iets weet. Niets weet! Kut! Hoi, ik dacht, heb je hem nou, maar je had hem inderdaad niet. Nog een keer. Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet veel meer dan iemand die niets weet en niet weet dat hij niets weet. Niets weet? Nou ja, goed zo. Ja, vind je hem goed genoeg? Yes, ik mag het doen en ik ben niet zo slecht in. Oh ja, ik voel een snoepje. Ik voel een snoepje. Vang me gewoon wat je wil. Nee, ik gun jou het t-shirt. Nee, ik gun haar het t-shirt. Wat voor snoepje zit erin? Weten ze dat bij Loochest of zo? Iedereen die mij kent, die weet wat mijn favoriet snoep is. Een Haribo snoepje. Maar iedereen die koopt altijd dit van mij. Ja. Goudbeertjes. Ja, dat is goed toch? Ja, ik hou daarvan. U mag weer een cijfer kiezen waar u zich denkt heel erg goed erbij voelen. Ik pak 19. Ja, het is in ieder geval weer totaal niet iets groots of zo. Ja? Are you ready? Mientje mandenmakers mooiste meisje maakte mutjes met moeders mooiste machientje. En nu nog wat sneller. Maar dat was al snel. Nee. Mientje mandenmakers mooiste meisje maakte mutjes met moeders mooiste machientje. Ik vind jou een t-shirt. Echt? Ik pak catalogus. De kassalogus. Katalogus. Katalogus. Daar mag je nog niet in kijken. Dus dat is... Welk nummertje? Ik kies nummer 123. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hype. Oh! Waarom lach je? Die denkt kut. Echt niet? Wel. Dat is mijn jam. Dat hebben we gewoon bij de tweede. Dat is echt mijn jam. Oké, doe maar. Ik ken zelfs een mooiere. Dat is mijn jam. Dat is ons liedje. Ja, we hebben er ooit een liedje van gemaakt. Of in ieder geval, ik deed in liedjes voor een keer aan haar. Zodat zij het beter begreep. En nee. Er was dus een tackle die tackelde de tackle. De getackelde tackle tackelde de tackle die hem getackled had. Maar hier staat toen de tackle en de tackle en tackle tackelde. Tackelde de getackelde tackle de tackelde. Tackle en de tackle terug. Kut! Tackle en de tackle en tackle tackelde. Tackelde de tackle en de tackle terug. Die klopte niet helemaal. Toen de tackle in de tackle en tackle tackle. De tackle de getackle tackle. De tackle in de tackle. Dit is niet de getackle de tackle, dit is de tackle de tackle. Dat zeg ik! Nee, het is getackle. Nee! Jawel! Toen de tackle in de tackle en tackle tackle. De tackle de getackle de tackle de tackle de tackle terug! Die klopt. Gelukkig. Er was eens een tackle die tackelde een tackle. De getackelde tackle die tackelde de tackle die hem getackled had. Oké. Okay. Pak maar iets. Ik laat het t-shirt liggen voor je. Twijf. Ik pak de stripboek. De avonturen van X-Men en Spider-Man. Daar. Sigaar in zijn neus gehad. Kijk. Super awesome. Sorry, ik keek of ik het een beetje goed had laten zien. Heel erg cool. Ja. Mijn stem is echt helemaal kapot ervan. Ja, maar jij begint meteen te roepen. Ja. Tackle, tackle, tackle! Oké, dus de laatste is voor jou het t-shirt. Welk nummer ga ik kiezen? 26. Oh my god. Komt ie voor het t-shirt. De tongroller gaat nu in. Klappen tanden kwam Kees koukleum kolen kopen. Kijk, kijk, kakelende kolen koopman. Kuivers Kees klappertand. Koud Kees, kerel klaagde Kees. What the fuck is dit voor zin? Van Kuivers Kees klappertand. Klappertandend kwam Kees koukleum kolen kopen. Kijk, kijk, kakelende kolen. Oh, kakelende.
Klappertandend kwam Kees kokelen kolen kopen. Kijk, kijk, kakelde kolen koopman Kuipers. Kees klappertand, koud Kees, kerel klaagde Kees. Krakende knieën, klapperende kiezen. Compleet knikkende kuiten, curieuze kou knikte Kuipers. Koop kolen knurren, kolen kunnen kou klein krijgen. En nu nog even het sneller. Maar ik kan er niet. Nee, grapje. Je hebt het goed je best gedaan. Van mij mag het hoor. Echt? Ja. Yeah. Get that t-shirt going. Waar gaat het over? Het is een grijs t-shirt van Resident Evil. Daar is nu net een VR van uit. Wow. Ik zie hem niet. Hou hem omhoog. Zombie Mob, Resident Evil, dat is ook heel vet. Dit vind ik echt een vet shirt. Ja, hij is ook heel vet. Voor jou. Ik draag hem. Wat? Er zit nog iets in. Wat? Iets. Oké, dus ik moet ook nog daarvoor wat doen. Ja. Jij hebt alleen gekeken nu. Ja. Maakt allemaal niet uit. Ik ga voor nummer 103, oké? Welk? 103. Oh, jij bent vet screwed. Nee, come on. Er was eens een meisje dat heette Barbara. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje Rabarber Barbara. Rabarber Barbara. Rabarber Barbara. Opnieuw. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje Rabarber Barbara. Later begon Barbara een café met een bar. Op het raam stond Rabarber Barbara Bar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek. Echte barbaren. De rabarber, barbara, barbaren. Ik heb geen idee meer. Er was eens een meisje dat heette Barbara. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje rabarber, barbara. Later begon Barbara een café met een bar. Op het raam stond rabarber, barbara, bar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek. Echte barbaren. De rabarber, barbara, barbaren. Oh, wat hebben die mannen lange baarden? Die baarden noemden ze rabarber, barbara, barbaren baarden. En de barbier die lange baarden moest knippen was de rabarber, barbara, barbaren barbier. Ik vergat baarden. Opnieuw. Jij mag deze doen. Er was een meisje dat heette Barbara. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje rabarber Barbara. Later begonnen Barbara in een café met een bar. Op de naam stond rabarber Barbara Bar. Daar kwamen weer de mannen op bezoek, echte barbaren. De rabarber Barbara Barbara. Oh, wat hadden die mannen lange baarden. Die baarden noemden ze rabarber Barbara Barbar. Barbare baarden. En die barbier die lange baarden moest knippen was de rabarber Barbara Bar. Barbier. Heb ik nou de moeilijkste ooit moeten doen voor... Hij is vet leuk. Een biohazard sticker. Het is gewoon een warning biohazard inderdaad. Dit was weer een heel mooi pakket van Loot Chest. Met als plus... die. Lekker warm. We zijn allemaal heel blij met deze Loot Chest voor januari. Dankjewel Loot Chest voor weer de mogelijkheid dat we dit mogen doen natuurlijk. Ik hoop dat jullie ook allemaal hebben genoten. Dit was echt een editing hell. Dat kan je wel zeggen. Jij ook Loot Chest wil ontvangen, dan kan het met 10% korting. Met de code SPOOGY1611-10. Ja. Dan kan je 10% korting krijgen. En dan kan je ook elke maand een Loot Chest ontvangen. Met een hartje op. Nou, ik denk niet dat je dat hartje krijgt. In ieder geval bedankt voor het kijken. Laat weer een duimpje omhoog achter, hè. En dan spreken we jullie de volgende keer weer. Eet smakelijk. En tot de volgende keer bij een nieuwe Loot Chest. Doei doei!